Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Er bevinden zich momenteel heel veel wolken boven West-Europa. Als ik alles in beweging zet is te zien dat veel van die wolken ook gewoon richting Nederland stromen... ...en dat de meeste opklaringen boven de Noordzee liggen. Pas vanavond krijgen wij misschien wat zon in het gebied dat hierboven Engeland ligt. En uiteindelijk zal ook in de loop van de nacht de bewolking vanuit het westen weer wat verder gaan toenemen... ...waardoor we uiteindelijk morgen ook weer te maken gaan krijgen met wat regen... Maar gelukkig, komende zaterdag, dan gaan we de zon tenminste wel wat vaker zien. Wanneer ik de verwachting van de bewolking en de neerslag eventjes in beweging zet, dan is te zien dat een heel groot lage drukgebied tussen Engeland en Schotland geleidelijk koers maakt richting het noorden van Scandinavië. Dat lage drukgebied dat zal er uiteindelijk voor zorgen wanneer het verplaatst, dat het wat minder hard gaat waaien, met name aan de kust. Maar dat er nog wel een aantal storingen passeren. En een van die storingen is een koufront op morgen en in de nacht naar zaterdag. Daarna wordt het tijdelijk wat rustiger weer met de minste buien op komende zaterdag en ook de meeste zon. Op zondag weer iets meer buien, maar ook dan iets hogere temperaturen dan bijvoorbeeld op zaterdag. Als ik eerst ga kijken naar vanavond, dan zie ik dus dat het vanuit het westen geleidelijk aan wat op begint te klaren en dat het ook steeds droger wordt. De temperaturen dan niet zo heel erg laag, rond een graad of 17. Maar vooral aan zee dus die stevige wind, vrij krachtig, windkracht 5 uit westen tot zuidwesten. De komende nacht zijn er dan wat vaker opklaringen en landinwaarts vooral zijn er dan ook droge perioden. Lokaal valt nog een enkel buitje, maar de wind die neemt wel iets toe, draait naar het zuidwesten en wordt dan matig boven land tot krachtig aan de kust. Windkracht 3 tot 6. De minima die komen uit op zo'n graad of 14, 15. Morgen dan opnieuw veel bewolking op nadering van een koufront vanuit het westen. Ook dan nog een stevige wind, 4 of 5 boven. Maar de temperaturen ongeveer hetzelfde als vandaag met maxima tussen 19 en 21 graden. Ook morgen in de loop van de dag geleidelijk aan opklaringen en vanuit het westen steeds vaker droog. De komende dagen, zoals ik al zei, op zaterdag dan de meeste zon. U ziet ook nog een enkel buitje staan. Maar dat zijn lokale buitjes en er zijn er tussen de buien ook echt zonnige en droge momenten. Dus in de zon buiten is het zaterdag prima toeven. De wind die neemt iets in kracht af ten opzichte van morgen, maar zal ook dan nog aanwezig zijn. Wel is het iets aan de koele kant met dan 17 tot 18 graden. Op zondag komt er een schepje bovenop, dan 18 of 19 graden. Ook dan soms zon soms, soms, met een enkel buitje, maar ook dan nog steeds die stevige zuidwestenwind. Maandag dan loopt, neemt in de loop van de dag de wind af en kruipt de temperatuur ook voorzichtig iets omhoog. Dan temperaturen van 19 of 23 graden. Die stijging die zien we ook terug in de pluim. De kans op iets hogere temperaturen zien we met name vanaf dinsdag geleidelijk aan wel toenemen. Dan ontstaat er eigenlijk wel een licht hobbeltje in de verwachting. Ook op hele lange termijn dan gaat de temperatuur mogelijkwijs wat omhoog. Maar hierin zit nog wel heel veel onzekerheid. Mogelijk dat we dinsdag, woensdag of donderdag een keer de 25 graden gaan zien in het oosten of zuidoosten van het land. Maar echt... Een stabiele periode met mooi weer, dat zit er helaas voorlopig nog niet in. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.